Hallo back Legion en welkom bij, holy fucking nieuwe part van Call of Duty Ghost. De game met een hele leuke ingebouwde stem performance, zo gauw als de freezes zijn blijkbaar. Want ik heb even de volgende part natuurlijk geëdit. En toen bleek heel duidelijk dat er iets flink mis was. Achter geluid en zo en opeens had ik een hele stem en dan... Zo, nou ja, echt hoog werd het niet, het werd alleen maar raar laag zeg maar. Maar het was wel fucked up. Nou ja, zolang er geen freezes zijn van die rare dingen is er dus niks aan de hand. Dus zoals nou is het geluid gewoon weer goed, goddank. Jongen, ik was er al lang. Command center. Daddy? Tellen. Niet op mij laten donderen. Stairs? Oh daar. Hoe de fuck moet ik op stairs gaan, vriend? Oh wow! Ik moest upstairs gaan, nou ben ik weer downstairs. Oh nee, Tony. Gewoon in de volgende kamer. Oh! Weet het dat onze pa ons redt? Oh nee, Riley. Oh. F. Auw! Ik doe wel F, maar holy crap. Oh shit, Sherlock. Hey kijk, de ghost. Hallo. Oh nee, niet, denk ik. Weet ik niet. Friendly? Ja, dat is Keegan. Was het daadwerkelijk een ghost? Is dat ghost ghost? That's real admirable view. But your father's not there anymore. Oh shit. Ah hier. This whole time you were one of them. You're nice. Fucking sick. Dat was wel een leuke verrassing. Die had ik niet aan zien komen. Eerlijk is eerlijk, die heb ik niet aan zien komen. Zie, het was weer een test. Welcome to the ghosts. Dank u. We will lay you down. There's no way you ever could. I'm proud of you. Both of you. That's all well and good. But what the hell are we gonna do about Rourke? Rourke, that's the guy hunting the ghost train. Yeah, he's good. Very good. And he knows how we operate. He was one of us. Zie, oh! Oh, ik moet gewoon tekst gaan schrijven. Ook al zag ik er niet aankomen. Dat was echt een leuke verrassing. Eerlijk is eerlijk, het was een leuke verrassing dat een paar een ghost was. Ik had het was een kleine hint misschien, maar ik heb het niet echt zo aanzien komen dat die dude was in ieder geval. Almagro demanded all US-born citizens be imprisoned or executed. Who convinced Washington to let the ghosts solve the problem. Okay. The US sent an invasion force to destroy the Federation. Rourke led us to eliminate Almagro. But Rourke became obsessed with him. He talked of the man as if he were a bounty. And it was clear he would stop at nothing to claim that prize. Ja, ja. Rourke is dus niet meer hoe in zijn hoofd. Legends never die. 8 juli. Als ja, later. Oh, eerder, sorry. Eerder. Ah, we spelen nu met z'n pa, jongere jaren, zeg maar. Hey, is Rourke, was de dude? Uh-oh. Ah, dat is dus Rourke. Kijk hoe hij eruit ziet, vriend. Ik veel op die pa, trouwens. We spelen nu met die pa, denk ik, trouwens. Ga ik vanuit. Ik wil even weten hoe Rourke eruit ziet. Hoe zie je eruit? Hij ziet er redelijk normaal uit, eerlijk is eerlijk. Dit is wel ziek. Eerlijk is eerlijk, dit vind ik wel nice. Oh fuck, thank you. Ja, ik zit in cover. Kijk, ja, oh.
Help. Fucking garage. Waar? Daar. Help. Rennen. Lief tankje, stout tankje, schattig tankje. Oh fuck. Hey Ajax. Ajax, Roark, Merrick. Waar is Keegan dan? Keegan is hier niet. Nice. Fucking bad. Oh fuck, dat past nog maar net, joh. Dat is best wel krap werk. What the fuck is die auto nu? Waarom is die deur zo geel? Is daarin of zo? Denk het. Nou, laten we eerst meneer RPG. Oh! Die RPG. What the fuck gebeurde dit met die RPG? Die staat er door beneden. Toch heel raar uit. Ik vloog heel raar door de lucht heen, die RPG. Ik neem aan dat wij in die gele deur moeten van dat tank ding. Het zal wel redelijk veilig zijn, denk ik. Inmiddels. Ah, hier kunnen we niet langs. Nee. Stop the missile truck, right side. Ja. Missile truck. Before of moeten we erin? Wat doen? Fuck jou, dude. Mijn missile truck nu. Oh, niet dus. Ah, dan gaat hij er ook aan inderdaad. Oh fuck. Maar die dude dus, Rourke, was de reden waarom iedereen bang was voor de Ghost. Dus niet om deze lui, ook al zijn ze wel fucking skilled en shit. Maar puur Rourke was de reden dat iedereen bang was voor de Ghost. Oké. Dan is dat wel een zieke dude, denk ik. Alleen zie je dit niet zo echt. Eerst gezegd. Ik denk van, mooi, dat lijkt me nog wel gewoon een normale dude. Zeg. Wat nou de vat? Nou, we lag hier de vat. Lag. Ligt. Ja. De vat, die komt uit Modern Warfare 3? Denk ik. Ja, dat was volgens mij de vat, ja. Modern Warfare 3. Zeg geen slecht wapen. Oh, nee. Oké, okay, mooi, die auto die houdt het zo. En er bijna. Jump. Oh fuck. Goeie vraag. Oh damn, de dam. Uh-oh. Jack the field. Uh-oh. Dat was Rock dus. Gelijk zijn gezicht in. Water. Wat gebeurt als hij blijft staan? Oh, dan blader je echt weg. Blader? What the fuck, blader je weg? Hoe de fuck kom ik daar nou weer bij? Dan donder je echt weg, bedoel ik gewoon. Uh-oh. Wow. Geblokt. Water, hoog water. Oh damn. Ah, dit wil wel. Als het gewoon zo, dan kun je langzaam naar boven zwemmen. Dit is nog te doen, dan kun je gewoon zwemmen. Nee, ik stop niet met rennen, ik kom gewoon... Eerlijk is eerlijk, ze hebben eindelijk een beetje goed uitziend water in Call of Duty en zo. Ze proppelt ook gelijk onder je neus, hè. Moet je kijken wat voor mooi water we hebben. Waarom mixt mijn ding zo raar? What the fuck? Ah, nou wel. Ja. I think we should call this one. I mean, that asshole just flooded the damn city. It took out half his own guys. And half of ours too. We're ghosts, Merrick. We finished the mission. Yeah, this is different. Anything else you want to say, Sergeant? No, sir. This place isn't gonna hold! Oh shit. Hey, hoef je mij niet aan de kant te drukken? Ah, maar niet op het dak toch? Hoop ik. Dus het is ook druk of warm op het dak. Ah, serieus?
Ja, wij zijn dus die vader nu. Dat was wel redelijk duidelijk, ik zei maar. Zekerheid. En het klopt wel wat ik zei. Ze hebben eindelijk een keer redelijk uit in het water. En ze moeten het ook echt gewoon continu laten zien nu. Oh, er gaat een stuk. Oh fuck. En mijn wapen, nee, mijn vat. Oh fuck. En kijk hier nou zo. Tuut tuut. Oh damn. Oh fuck. Holy crap. Dit is wel vet. Dit is serieus wel nice. Oh, straatbot. Het was een F-taag, linksaf. Oh, daar kunnen we nog maar net onderdoor. Oh, oh fuck. Auw. Oeh, damn. Als we maar niet vast komen te zitten, dan is het goed. Je Rock die redt ons zelfs. Zo raar is dat eigenlijk. Dat die dude je nu allemaal nog redt en uiteindelijk weet je dat die dude de reden is dat iedereen dood moet. Steed daar. Oh my god. Dat is bij multiplayer ook al opgevallen trouwens. Dat je onder water kon. Dat was best wel ziek. Dat viel mijn multiplayer ook op. Ik ging ergens prone liggen. Ik heb heel even één gun game gespeeld ofzo. Maar ik ging ergens prone liggen en ik ging echt onder het water. Dat was fucking ziek. Dat is nice. This will be useful. Nou, pak jij dat maar. Two more up ahead. Go under here, I'll flank around. I'll take them out on your mark. Au, oh my god. Ik had vanaf, ja, onder water het moeten doen. Ik zie niet echt verschil met dat als ik zo kiekeboe doe en snij, maar... Oké, weet nu tenminste wat de bedoeling is. Is goed, game. Is goed. Waar is ver? Damn! Hij hamert er wel lekker over los. Het is ineens een hamer. Priority 1, surviving. Dat is wel prioriteit 1 inderdaad. Like old times? Oh shit. Uh oh. Rennen. Jump for it. Damn. Die lui zijn dood. Hier nog wapens of zo. Hey, we hebben verdomd een rockval gevonden. Wat, 2 van 18? Ah, de vorige keer heb ik het misschien gevonden. Toen de eerste keer dat ik de game dat we eigenlijk doorspeelden, zeg maar, waarschijnlijk heb ik het toegevonden. Wil ik eentje met zo met een ecoxide? Pak ecoxide dan. Ja, is van die ladder af, vriend. Op zich zou ik ook zo nog wel fijn, omdat je net iets over lange range goed accuraat kunt mikken normaal gesproken. Moet je niet op mij letten, maar normaal gesproken is dat de bedoeling van zo'n ding. Vat red dots uit, chillen. Is dat een hotel? Oh, fuck. Oh, oké. Oeh, holographic. Ik ben meer een persoon van de holographic side dan van een red dot. De holographic vind ik echt mooi. Waarom weet ik niet. Ik vind het gewoon fijn. Fijn om met holographic te spelen. Veel fijner dan een red dot. Ga met water in. Oeh, damn. We hadden wel beschoten, Rourke. Ik weet niet wat voor plan jij allemaal had, maar jou, fuck jou. Meer? Ja. Blub. Kun je ook onder water schieten? Ja. Yep. Ah, dat klinkt ook totaal anders. Dat is wel chill. Klinkt wel goed, op zich. Eerlijk is eerlijk, het klinkt niet slecht.
Onder water klinkt het serieus niet zo. Wat een runner. Coming in from above. Ah, daar. Waar dan? Ik zie nu niemand, hè. Waar dat ik hier naartoe gaan? Dan. Hey, kijk, een auto. Dat is een moeite, er is nog van alles voorbij. Het ziet er wel droog uit. Oh, maar er komt steeds meer bij daar. Op een gegeven moment komt er een brug. Of het breekt kapot. Breekt kapot. Ja, die bus op. Oh, mij niet beuken, vriend. Fuck jou. Hey, we zijn aan de overkant. Dat is Ajax. Sneaky, sneaky, underwater. Dood. Oh fucking nee, nee onder water. Hoe ziet dat eruit? Nou, oh, vind ik hem wel redelijk goed. Uh-oh, ook nog een heli? Damn. We gotta move. Jongens, waar ben je, denk je dat ik aan het doen ben dan? Oh, beter. Stop aan de micro. Dat was echt die dude zijn doel, zoals ons verteld werd. Nou, dan moeten we daar doorheen lopen, hè? Als we daar door moeten. Ja. Oh, je nog steeds een pistool vast. Ik wil graag een ander wapen. Is dat een bison? Gewoon een bison. Ja, ja, komt eraan. De door is hier failing. Zo, wat was dat een vakje? Run, jump for it. Oh, kost 4 moment. Bam. Oh, fuck. Ik wou wel schieten, hè. Dat heb ik niet gedaan. Ik was bang dat, ja inderdaad, dat we dan neer zouden gaan omdat die heli ging crashen, maar dat doen we sowieso al. Daarom schoot ik niet direct, daarom zat ik te wachten tot het echt dingens op zat. Oh. After reach. Oh, we moeten echt even ingedrukt zo. F. Jongens. Ik ben spastisch even aan het dragen, help mij. Alsnog donder ik erachteraan. Hadden we toch ook vast kunnen houden? Oh, dat was het. We moeten hem loslaten, dat is nou de bedoeling. Loslaten. Maar hij heeft het dus wel overleefd. Alleen hij is nou een beetje boos. I made the hardest decision of my life. I let him go and save the others. Ja, ja. So what happened to him? We searched for his body for weeks. Finally, we were pulled. He was declared MIA. But why is he hunting ghosts? The Federation got to him first. Whatever they did, if they can turn him, they can turn anyone. And a ghost won't stop until he completes his mission. So, find him before he finds us. Exactly.
There's a man in Caracas who knows where he sleeps. Victor Ramos. He heads up R&D for the Fed. Few men get close enough to call a man like Rourke friend. Ramos is one. To find Rourke, we're going back to Caracas, where this all started. Okay, ben benieuwd wat we in Caracas, gaan vinden. Federation Day. Klinkt een beetje als Independence Day. Ja, dat is het ook, zo te zien. Oeh, nice. Het ziet hier wel mooi uit, trouwens. Het ziet er zeer interessant uit hier. Dit is gewoon een fucking stad. I have to earn a mask. Keegan. Jij hoeft dat masker niet op te hebben. Ja, nou, zie je juist met die witte shit van je op je gezicht. Zonder dat ziet niemand hier. Niet racistisch bedoeld, trouwens, hoor. Gaan we dan? Receiving uplink. Nee. Wel, maar hij moet ronddraaien, denk ik. Draaien om. Uploading image. Incorrect target. No good. Need a better angle. Need a better angle, maar dat is het probleem. Negative ID. Wait till he's facing you. Target confirmed. Mission is a go. Dat was te verwachten, maar die duwt me zo met zijn bakkers naar mij toe richten natuurlijk. Anders kan ik moeilijk wat confirmen. Hard copy, Scarecrow 62 out. Wat is dit dan? Ah, dat is eentje waar we ook onderlangs kunnen kijken volgens mij, maar ik weet alleen niet meer hoe we dat doen. We doen. Fire the zip wire launcher. Ooh. Holy crap. Fuck zijn dat voor dingen, vriend? Ah, ik heb ook een zip line launcher. Ik heb nog niet gezien. Zieke shit. Fire your line, kid. Oh, ik moet nog mikken ook. Sowieso dat die line altijd naar gaat waar die game wil, dus. F nummer gaan. Ja, yep, F to zipline. Oké, daar gaan we dan. Dit is wel ziek. Dit is wel nice. Wee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 e
Oh fuck. Oh. Ziek. Shit. Beneden is een mooie party aan de gang. Let's move down. Oh, we moeten ook echt down. Damn, dit is zieke shit. Dit is echt ziek. She has the right. Ah, we moeten allemaal gewoon die kant op lopen. Ah, ik had... Oh, kan ik een smiley maken? Nee, ik moet eens reloaden. Oh, de wind die blaast me heen en weer zelfs. Wauw, wat een realisme. Kijk, ik heb ze smiley gemaakt. Oh, zo schatje. Sorry. Waar moeten we heen? Oh, we moeten verder naar beneden. Die smiley is fucking awesome. Maar ja, met die mooie smiley sluit het deze part af trouwens. Ik hoop dat je het nog heel erg vet vindt. Ik begin de game wel leuk te vinden. Qua singleplayer gewoon wel... Goed, de story interessant, de extreme dingen wel, echt wel een Call of Duty singleplayer, dat zeker wel. En de game werkt wel redelijk goed op die rare buggy shit na van de vorige keer dan. Maar voor de rest werkt hij wel goed, dus dat ben ik ook blij mee. Ik hoop dat jullie het ook echt leuk vinden. Laat het weten in de comments natuurlijk. Als je het leuk vond, geef ook een thumbs up.
Deel hem met je vrienden, zet hem in je favorieten. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Laters.